Yo mensen, mijn naam is Colin. Welkom bij een nieuwe video. SpongeBob The Movie Game. En dit hebben we gisteren al gedaan. Of nee, 2 dagen geleden. Dus nu een boss fight. Name's Dennis. Dennis. Ready, kid? Who are you? Your worst nightmare. A big pile of broccoli? Name's Dennis. I was hired to kill you. Look, buddy, I hate to burst your bubble, but you're talking to 2 men here. We don't have time for these silly games. So if you could just step aside. Help me, Patrick! Gebruikt hij SpongeBob echt als een hamer. Hoe gaat je back, buddy? You spin my head right round. Ja, dit is gewoon basically die hamertje tik. Hier moet je gewoon zijn dingen terugkaatsen. Of voor de mensen die niet de ability hebben om ze terug te kaatsen. Gooi de watermeloen. Kom op, pak hem op. Hier, ik gooi je henchman naar je toe. Take a yeet. You spin my hand around. Maar het is meer efficiënt om ze constant terug te yeeten. Ow. Ja, dan moet ik weer opnieuw. 2 bossfights als Patrick, 2 bossfights als SpongeBob. Bigger boot, nanny. Easy. Slap him back. Kijk, ik zou in elk level een bossfight doen. Maar ja, dat ben ik gewoon. Sommige heel makkelijk, sommige heel moeilijk. Pak hem op en rennen. Triple hit. Got him. SpongeBob, pas op. Oh boy, oh boy, oh boy. Dat was gewoon, you spin my head right round. Finally, I got you right where I want you. That's a big boot. Don't worry, this'll only hurt a lot. I love this job. Je kan zien dat hij golf die speelt. Get wrecked, nerd. SpongeBob and Patrick escaped the clutches of the mad, murderous Dennis. Yeah, but you're to be captured by the even more hideous Cyclops, and then they passed out, awakening. Nah, we are right level. It was not a dream. Hey, it's the Goopy Goober. It happened. Patrick, there's the Goopy Goober himself. Oh
Plot twist in de derde film, het was één grote droom. Waar is Patrick, man? Nee, wacht, hij zit niet in deze game. Sunday Driving. Only Goofy Goober knows the way out of Gooberland. Goofy Goober World. Makkelijke naam om te onthouden. Nee, ik moet hem achtervolgen voor 3 keer. Ik ben slecht in rijden, ik heb me in rij. Ja, ik. Wacht. Vaarbewijs niet. Rijbewijs. Ja. Ik ben bijna 16. Dus ja. Dan is het logisch. Come back here. Get over here. Hoe is er stof onder water? Onder water. Ik heb gisteren een documentaire gezien waar er veel stof was onder water. Laat maar. Ik neem het terug. Auw. Die gumballs zijn echt irritant. Go! First lap. Dit is naast de parcours in de hele game. Gewoon omdat je 3 laps moet doen. Dit wordt zeker irritant bij de ring challenge. Ik heb sowieso nog een game klaarstaan. Voor wanneer ik niks heb. Nicktoons Unite. Als ik in een Krabberg kan rijden, kan ik ook een auto besturen. Zo ben ik dan ook alweer. Can't touch this. Ah, dat is TNT. Bel Pinna, kom terug. Don't try and close that on me. Come back here, you little bot. I can catch you. Come here, boy. Ow. Bel de pin, hij komt nou eens terug.
kan toch gewoon uit de droom lopen? Ben ik nou gek? Waarschijnlijk een tweede, maar ja. Welke kant gaat hij op? Hij gaat rechtdoor. Ja, ik doe deze missie niet vaak, dus ik weet het parcours niet zo goed. Zoals ik bij de andere parcours doe. I'm not so smart. Hoe lang ben ik al bezig? 11 minuten. Ja, bij het volgende level ga ik hem afsluiten hoor. Ik heb hem niet te lang halen namelijk. Want ik wil dat de movie game en Battle of Bikini Bottom bijna gelijk aflopen. Wacht even, mijn monitor valt uit. Hello that peanut. Kom terug. Hey pinda. Got him. Hey Goofy, we trust. Kijk, ze lekker dronken zijn. Dreams of ice cream sundaes and dancing peanuts. They discover that they have become prisoners of the Cyclops. Peekaboo. Gentle viewers, our heroes had at long last made it to Shell City and had discovered this awful secret. Shell City was nothing. Google ice and smelly knick knacks. Dat wordt de volgende level. In de volgende episode. Dus ik wil jullie hierbij bedanken. Laat een reactie achter als je Nicktoons Unite ook wil zien. Like, subscribe en tot de volgende keer. Later!